Banjo Town. Hey lieve Banjo Town kijkkinderen. Welkom bij Mario Maker. Yes, Mario Maker. Mario We hebben makker. Hem hier. Mario makker. Jawel. En deze makker gaat zojuist mijn level spelen. Jordi Ik heb namelijk een level gemaakt. Ja, Jordi had een hele trieste zondagmiddag. Ja. Even met een slap piemel in zijn hand dit in elkaar geflanst. Het was inderdaad een hele trieste zondagmiddag. Inderdaad. En ik heb een level elkaar geflanst. En dat gaan we nu bekijken. Is het haalbaar? Het naam heet Castle Crashers. Yes. Helemaal zelf verzonnen. Helemaal zelf verzonnen. Is het haalbaar, het level? Het is haalbaar. Ja. Ik geloof er niks van. Kijk, het is zo simpel. Kijk, hadsplats doet hij gewoon. Muntjes, hè? Pak die muntjes. Dus je hebt deze gast die dingen gooit, heb ik geen zin in. Nee. Je kan ook gewoon, als je snel bent, kan je ook gewoon overheen lopen. Je kan ook rennen, weet je. Jongens, nee. Je kan ook gewoon rennen, weet je. Helemaal klaar met dit soort mensen. Je kan ook gewoon rennen, man. Ja, maar daar voel ik geen behoefte toe. Hoezo niet? Hoezo heb je die behoefte? Oh, die gas is groot. Oké, daar. Ja, hey. Al die kruisjes zijn trouwens voor andere mensen dood zijn gegaan. Oh, die hebben mensen jouw map gespeeld? Ja, mensen hebben mijn map gespeeld. Er zijn mensen die dachten, die map van Jordi, die willen we wel. En mijn map is ook gewoon, ja. Dat is niet de bedoeling, hè? Ik weet niet hoe vaak die uit is gespeeld, maar ik denk niet vaak. Maar hij is haalbaar. Ah, weet je, het volgende stukje is een beetje tedious. Tedious. Proeven. Okay. Oh! Kijk, die bommen moet je gebruiken. Moet ook? Ik dacht hem oppakken. Ik dacht, die bommen kun je toch oppakken? Moet je het eerst al flingen, man? Ja, god, dan weet ik het niet. Dit is echt... Oké, we zijn weer het level opnieuw aan het spelen. Ik, Jordi. Nee, ik begeleid jou. Ik ga sowieso iedere keer dood, dat wordt er gewoon bij. Dat maakt niet uit, je kan gewoon een normale power-up hier pakken. Kijk eens, ik heb erover nagedacht. Goed zo, lekker. Lekker, en dan nu erop springen. Goed zo, bam, hatsplat. Die gast dood. Oké, wat je nu kan doen is, je kan die bom oppakken en moet je hem gooien naar de overkant. Daar, kijk daar. Oh, ik stond erbij. En dan moet je hem opblazen. Ja. Oké, dit is nog wat te doen. En nu moet je die bom daar neerleggen zodat je door het kasteel heen breekt. Ja, ik moet gewoon weer een bom hebben, toch? Ja, je moet een bom pakken, goed vastpakken en dan gewoon. Kunnen ze gooien, gooien. Ja, kan. Nou, toch, dat is het niet. Je moet hem gewoon goed gooien. Jordi, je moet gewoon je mond houden. Nee, je moet gewoon goed gooien. Serieus, what the fuck is dit, man? Kom op, doe het. Doe het, Rick. Er is al vuur. Doe het, Rick, broers. Ja, oké. Dat is ja, toch maak niet gewoon map. Doe gewoon even niet zo'n cup met je hoofd. Nee, echt. Dit soort levels krijg je echt kak van, joh. Ja. Ik zou hem in één keer kunnen halen. Ja, moet ik helemaal klaar. Ik zou hem in één keer kunnen halen, maar dat komt. Ja, hé. Gaan we nu lopen doen? Gaan we nu serieus zo lopen doen? Ik heb kansen. Oké. Die kansen precies juist verpist, man. Je hoofd. Maar kom op, maakt toch niet uit. Oh! 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 Nee, dat had geen zin. Muntjes. En dan zijn de mensen dat ik slecht was in Super Mario Kart. Ja. Oké, maar die gast, even weg. Ja. Zo. Ja, goed zo. En nu zijn we weer bij hetzelfde stukje aangekomen als een half uur terug. Yeah. Een half uur terug. Ja, we zijn al een half uur bezig. Want zo voelt het wel. Dat ging niet zo goed. Oké, ja, pak. Wat? Ik sprong gewoon op, man. Pak de bom. Oké, of niet? Pak die andere maar. Ja. Goed zo, en ja. Wat? Dit is een lekker bezig. Je hebt een torentje iets meer naar links moeten zetten. Nu is het iedere keer naar rechts. Tuurlijk. Nu is er geen platform, dat is tuurlijk. Dat zeggen ze allemaal. Nee, maar dit is gewoon schijt. Nee, dat zeggen ze allemaal. Nee, gaat het is. Ze zeggen dat allemaal omdat het zo is. Nou, misschien, dat is wel een klein beetje waar wat je nu zegt. Misschien had ik hem iets meer naar rechts toe moeten gooien. Maar dat je hierin dood gaat, dat is gewoon fucking bullshit. Ja, ik ben ook helemaal klaar mee. Dit is gewoon normaal, Mario. Ik heb geen zin meer in jou. Dit is gewoon echt... Moet ik dat zien? Nee, natuurlijk niet. Want je hebt er nog wel zin in, diep van binnen. Je wil nu ook gewoon kunnen laten zien dat je het kan. En dat kan je niet. Kijk, zie dat? Maar dat kan niemand. Tuurlijk kan mensen. Mensen halen deze map, Rick. Mensen doen het. Oh, vuurbal. Oh nee. Oh, haarbal. Gaat dat lang duren? Goed zo, hè? We zijn er nog lang niet. Maar nu kan je hem wel erin gooien. Ja, nu hebben we wel een soort van ruimte. Nu heb je ruimte om erin te gooien. Inderdaad. Kijk, het lukt hem. Als je nu niet in die pit valt, dan is het goed. Nou, weet ik niet. What the fuck deed ik? Oh. What the fuck was dat? Dat is Bowser. What the fuck? Hoezo Bowser? Oh, die zit rechts van je, Bowser Jr. En die, als hij af en toe springt, dan doet hij dit soort dingen. Pak die flower. Kom op, pak de flower. Oké, pak de flower, niet doodgaan. 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 Wil je daar een flower neer? Dat is helemaal niet te handig. Oké,
Oké. Die fucking dingen die flikkeren net op mijn hoofd. Allemaal ja. klein, ja. joh. Het is goed. Kom op. En gooi. En weg daar. Ja, oh, lekker. Je doet echt uren. Ja, met dit tempo. Nee, je bent er 5 minuten mee bezig, man. Ja, maar dat is toch kut? Nee, je bent er echt... Jongen, dit is helemaal niet leuk om 5 minuten lang te doen. Je bent pas 1 minuutje bezig. Dat is niet leuk om... Je bent pas 1 minuutje bezig. Het is niet leuk om hetzelfde stukje opnieuw te doen, Jordi. Spring anders even omhoog, dan heb je die ook. Je moet echt alleen maar een heel klein stukje doen, dan ben je er. Je moet gewoon niet zeiken. Nee, dat is helemaal niet kut. Dit is origineel. Oké, je vindt die andere mappen wel origineel, waarin je gewoon helemaal niks hoort te doen. Gooi. Nee, ik gooide hem niet. Ik gooide hem. Nee, je liet hem vast. Nee, ja, Allah Akbar in je gezicht, man. Nee, dit is echt kut, Jordi. Dit is echt gewoon... Ja, tuurlijk. Ik waardeer het, het is deels origineel, maar het is ook gewoon kut. Nou, duurt gewoon te lang. Ja, maar dan moet je gewoon goed zijn. Dus gewoon, het is leuk, weet je? Nee, het is, niemand doet het met plezier. Dit is Mario Maker! Ja, I know. Ik weet hoe dit spel heet, dat is het probleem niet. Ah, niet menen. Echt erg. Erg kut. Echt erg. Speel maar, serieus. Speel maar. Ik heb 1 minuut nodig. Nou, oké, geen 1 minuut. Zie je, het is een kut. Let op. Ik ben gewoon veel beter in Mario dan jij. Je gaat zo meteen toegeven dat je eigen level gewoon kut is. Nee, helemaal niet. Nou, het is gewoon kut. Het is niet kut. Het is heel kut. Dit heb ik toch niet nodig. Slecht. Oh, wat erg. Dames en heren, ik heb hier ook niks over te zeggen. Nee, het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Maar leuk. Je moet het gewoon waarderen. Oh, wat jammer. Ik ben gewoon wat langer bezig, Rick. Het werkt allemaal net niet zoals je wilt. Ben je nou heel slecht of is de map gewoon heel slecht? Nee. Wat voor de twee is het, Jordi? Nee, het is gewoon, je bent er gewoon even mee bezig, weet je? Het is gewoon een wat... Oh, het kut is. Jammer, zo'n kut. Nee, ik wil hem gooien. Ik ben dood. Nee, meer. Je bent tenminste wel origineel genoeg, Rick. Het is origineel, maar het werkt niet. Dat zei je helemaal niet. Je zei dat het origineel was en je zei dat het kut was. Ja, het is origineel en kut. Dat kan toch? Ja, dat kan inderdaad, ja. Kijk, ik heb een blokje. Zie je dat? Ik heb een blokje kapot gemaakt. Tof, man. Tof. Dank je. Ik ben helemaal heel blij. Dat was wel de bedoeling, Rick. Kut. Dat is ook gewoon kut. Het duurt allemaal veel te lang. Niemand die denkt, leuk, 10 keer heen en weer. Nee! Oké, de andere map. Hou maar gewoon op. Andere map. Het was wel leuk voor eventjes. Het 5 seconden. Even leuk. Het was even leuk. Nu gaan we kijken naar wat... Ik ga een comment achterlaten. Leuke map. Wat een kut map. Leuke map. Je eigen map. Oké. Ik heb hem een ster gegeven. Ik ga hem een tukkie doen. Ja, oké. Ga jij een tukkie doen, dan ga ik lekker spelen. Dan ga je hier weg. Oké. Gaan we een leuke map zoeken, ja, hoor. Doe maar een leuke map voor mij. Even een leuke map zoeken. Oké. Die... Easy when you figure it out. Nou, ik weet niet, maar die gaan we doen. Ja. It's easy when you figure it out. Oké. Het is makkelijk wanneer je hem uitvingert. Here we go. Oké. Oh man, het is een puzzelmap. Rick, het is een puzzelmap. Wat moeten we nu? Ik zie het einde al. Ik zou... Hoe komen we... Oh, wacht. Wat moeten we doen dan? Wacht. Die buis. Oh, kut. Fuck, volgens mij. Dat schildje nodig van die gast. Dan moet je die keer een bordje weghalen. Daar rechtsonder. Ik dacht, ik spring gewoon op hem en dan. Dit is wel leuk. Oké, ja. Ja, dan gaan we. Kun je daarin? Hoop je? Nee. Wat? Ik denk dat ik weet. Oh! Aha! Oh! Wat nu? Ik weet het niet. Wat kunnen we hiermee? Wordt nog een keer. Oh, dat is daar rechtsboven nog iets. Blijf gewoon dingen uit de buis. Ga weg! Nee, ga weg! Dan moet ik stilzetten, hè? Door even op te springen. Ja, yeah, I know, maar dat probeer ik eigenlijk. Oké. Hoe gaan we nu? Ja, dat is ook wel zoiets. Via die muur misschien. Het is wel een moeilijk leveltje dit, maar. Nou, leuk leveltje, het is denk leveltje. Als je hem uitvingert, dan. Als je hem uitvingert, dan weet je hem, ja. Oké, komt ie. Ik ben er heel benieuwd van, wat ik zojuist zag. Fuck, het lukte! Nee, het lukte niet. Oh, dit keer was ik er niet. Het lukte! Het lukte! Ik spring er nu de hele tijd bovenop in één keer. Ik weet al wat er aan zou komen. Ja, extra spanning toevoegen.
Nog een keer valt het stil. Maar hij faalt, ja, het lukte. Ik weet niet hoe ik het net lukte, maar het was haalbaar net. Het was haalbaar. Kijk, wat ik er net deed was dit. Ik viel er vanaf en dan... Wacht even. Ja! Oh, dat werkt zo niet. Moeilijk maar. Oké, ja, we zijn even bezig. Wat voor de Satan mensen maken dit soort maps? Oh, ja, oké, voorzichtig. Ja, kijk eens. Oh, daar hadden we die dinges voor nodig en dat is misschien... Oh, oké, okay. dat is niks. Okay. Dan moet je weer klein zijn. Oh, ja. Hij is het leuke. Ja, hij is leuk. Hij is leuk. We hebben hem. Kijk, dat was een leuke man. Fuck you. Ja, we hebben hem uitgevingerd. Ik ben echt trap op mijn been. Oké, we hebben hem uitgevingerd. Tof. Dat was leuk. Ja. Zullen we hem een ster geven? Ja. We geven hem een ster. Okay, nu mag ik er eentje doen. Ja, nu mag jij er eentje doen. Maar okay. Niet heel makkelijk. Zoek term easy. Oké. Dat zou heel goed kunnen. Oké, komt ie. Easy when your finger it out. When your finger it out, yes. Oké. Dit is een Japans level. Oh, dat goed. Ja? Niet veel. What a workout. Short maze. Oh, wat leuk. Ja, doe die maar. Dat was niet heel moeilijk. Gaan we doen. We doen een klein dolfje. Een short maze. Gaan we kijken of het er is. Let's go! Mijn naam is Mees. Ik kan het vandaag Mees runnen. Wow, de Pokémon! Wat? Pokémon. Oké, dit ziet er nog wel makkelijk uit. Ik denk dat je dat stukje... Moet je daar... Zou je daar naar boven toe moeten gaan? Want die... Wow, kijk! Hoe moet... Ik kan niet langs. Gewoon heel snel. Je moet gewoon snel zijn. Ik had wel vast. Oh! Oh, maar wacht. Nu heb je die Goomba hierin geslagen. Ja, is dat dan? Pak alle muntjes. Ja, dat je weet wel waar je geweest bent door die muntjes. Dat zijn die echte lieve Aziaten. Ah! Huh? Wat? Kijk mij, wat doe je? Rick, waar ben jij? Jannik, oh! Course clear? Wat? Huh? Hij was heel short. Wat de fuck gebeurde daar? Nou, gek. Oh, wacht, volgens mij zat die paal erachter. Volgens mij zat hij achter dat blokje of zo. Ja, ik heb geen idee. Wil je nog een dingetje doen? Ja. Dat deze zo short was, net zoals je pik. Zo is. Ja, je pennetje. Ja, dank je. Okay. Een leukje hoor. Ja, het was een leukertje. Het was een hebbertje. Wil je hem Water level? Ja, ik haat water. Ja, iedereen. Zeg maar, ik ben al kut in deze games. Dat hebben jullie door. Ik vind het wel leuk. Je kan dingen kut vinden en. Triforce met Zelda. Je kan, zeg maar, dingen tegelijkertijd leuk vinden en er slecht in zijn. Nummer 1 voorbeeld, seks. Bijvoorbeeld. Ja. Hartstikke leuk, dramatisch slecht. En Mario Maker is gewoon een van die dingen. Ik ben gewoon dramatisch ja, slecht. Ja, dat is bij mij, bij Mario Kart. Ik vind kan het wel leuk vinden, maar gewoon hartstikke slecht. Ja. Maar tot nu toe, ik heb nog geen damage genomen. Je bent Ganondorf dit keer. Ja, dat weet ik. Oké, het enige echte Ganondorf hier. Soms heb ik wel een soort beheersing in waterlevels, hoor, die toch wel gewaardeerd kan worden. Dan blijf je hem al gaaf hoor. Dat zou het heel triest zijn. Volgens mij heb je hem al. Volgens mij is er weer short mee zit. Ik zou er doorheen gaan. Ik zou het doen. Even pijpen. Oh. Wat is dit nou? Ja, dit is geen waterlevel. Het is geen waterlevel. Wat moet dit nou maar voorstellen? Ik ben doorheen. Ik ben te klein. Ik ben te klein hiervoor. Space test. Oké, dus je moet naar links. Ja, dat kan ik wel. Oké. Dat zal wel, ja. Oh. Nou, dat is jammer. Hoe is zo'n ground pound? Die kan niet in deze versie, man. Oh, daarom. Het kan alleen per specifieke versies. Oh. Oké. Ik weet niet. Nee. Ik zou gewoon proberen om naar boven te gaan, Rick. Nee, Jordi. Ik snap het niet, sorry jongens. Probeer die achterste, daar is een muntje. Oh, dat vast. Ik zou voor de achterste gaan in plaats van de ene laatste. Dat zou hem vast en zeker gewoon zijn, de eerste en de laatste. Zie je dat? Het was ook gewoon zo. Ren erachteraan! Het was ook gewoon zo. Dat is een Goomba. Let op, helder zien, doe maar. Achtste plaats, wist ik gewoon. Oké, we gaan naar boven. Let's go to the beach. Beach, let's beach. Go get away. Boeien. Ja, kut nummer. Oh, een P-switch. Een P-switch. Waarom heet eigenlijk een P-switch? Omdat er een P op staat. Ja, maar waarom staat er een P op? Omdat het een P-switch heet. Waarom dat de P? Ja, omdat het een P-switch is. Oh ja. Top. Dan moet je zo snel mogelijk nu naar links. Nog geen zin in. Oh, en zie je dat? Die gozer, dat karakter wat je. Dat is Zelda. Je moet een Zelda ding voorstellen. Wat is een Zelda ding? Wat die een groen hoedje heeft.
Oh! Ja, Joeri, kom lekker binnen de opnames binnen en heel ver. Hey, je hebt het nou maar verneukt, hij is nu alweer een blokje. Ja, Joeri is best mijn opnames. Ja, echt al snel. Ik kan niet snel. Go, gotta go fast. Oh mijn god! Wat is een mooie stap? Gotta go fast, weer die P-switch indrukken. Hier links, boven, naar beneden. Ah! Oh, met of voorbij. Ja, je bent voorbij. Oh, dan zijn we hier weer. Je mooi. Fucking lang. Zo ook nog de rest van het waterlevel, hè? Is er nog meer waterlevel, denk je? Ja, ik denk het wel. Wel een lang level. Heb je dit schildje nog nodig? Wie weet. Nee, ik kan niet. Wie weet er, Peter? Is het nog een zwaard of zo? Nee, dat is een zwaard. Waar je nu op springt. Wat? Daar moest je zwaard voor stellen. Ja, okay. Ja. Water! Ik zou niet even Ganondorf in het water goed maken. Zwemmen. Hij viel uit. En toen viel hij uit. Gamepad viel uit. Bedankt voor het kijken. Dat was hem dan. Zo sluiten wij video's af. Ja, bedankt hier. Dat was hem dan. Bedankt voor het kijken. Vond deze leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En mocht je meer willen, dan kan je lekker naar het linkje in de beschrijving. Want daar staat PewDiePie. Hele leuke YouTuber. Hij is nog niet zo erg bekend, dus ga vooral kijken. Ga vooral kijken. Ja. Vorige keer toen we dit deden, hebben we hem serieus wat extra subs gegund. Dus ja. Dat is echt wel goed. Nou, dames en heren, dan bedankt voor het kijken. Ik ga lekker slapen. Yo, later. Later. Doei. Doei.